Dit is waarom je altijd shavasana wilt doen aan het einde van je yoga-practice. Ik zie heel veel lessen nog steeds afgesloten worden zonder dat er een shavasana gedaan wordt. Dus weet je, heel veel lessen, daar wordt heel veel soort van ingepropt en er wordt heel veel focus gelegd op, op het doen van de houdingen. En Uiteindelijk wordt er dan afgesloten zonder shavasana en zonder meditatie. Terwijl uiteindelijk zijn alle. Houdingen, die zijn bedoeld als voorbereiding op meditatie. Alle houdingen die zorgen ervoor dat je uiteindelijk dieper kunt mediteren. En als je dus alleen maar de houdingen doet en uiteindelijk niet de shavasana en meditatie doet, dan mis je de kerst op de taart. Dan mis je waar het uiteindelijk allemaal om draait. Dus ik zie elke yogales als een recept. Een recept met bepaalde oefeningen, bepaalde houdingen. Waarbij je naar een bepaalde staat van zijn toewerkt om uiteindelijk goed te kunnen mediteren. Shavasana is de laatste houding die je doet. Het is nog steeds een houding. Het is een asana, shavasana. Dus het is een houding. Het is de lijkhouding waarin je dus helemaal niks doet. En het is de houding die je doet voordat je uiteindelijk gaat mediteren. En wat je hebt gedaan in de, de rest van de les, in de, in de andere asanas waarbij je beweegt, series doet, etc. Heb je je energie? Op een hele specifieke manier zorgvuldig beïnvloed. Dus via een bepaald recept heb je gevolgd. En dat heeft een bepaalde uitwerking. En vervolgens zijn je gedachten tot rust gekomen als je dat recept dat, dat, goed, goed hebt gevolgd. En dan is het tijd om voor Shavasana. En in Shavasana doe je vaak helemaal niks. Dus je bent. Uh, Shavasana betekent letterlijk de lijkhouding. Nou, wat doen lijken? Lijken doen niks. Waarom doen we dat? En waarom wil je dat nooit overslaan? De reden daarvoor is dat als onze lichaam helemaal niks meer doet en vervolgens zijn onze gedachten dus ook helemaal gekalmeerd. Dus yoga is chitta vritti nirodha. Yoga is het kalmeren van de fluctuaties van de geest. We gaan op zoek naar een gedachteloze staat. Dus als je lichaam niks meer doet en je mind doet eigenlijk niks meer en je ligt daar in een lijkhouding, shavasana, wat gebeurt er dan? Die gaat je herinneren wie je bent op het allerdiepste niveau. Die je gaat jezelf herinneren. Want jij bent niet je lichaam, je bent niet je gedachten. Je bent datgene wat achter je gedachten zit. Het bewustzijn achter de gedachten, dat is wat je bent. En als je, je tijd, als je jezelf de tijd gunt voor een aantal minuten shavasana na het volgen van een zorgvuldig samengesteld yoga receptje. Dan ga je... Opnieuw herinneren wie je bent. En dat is het hele doel van yoga. Dat is het hele doel van een spirituele practice. En op het moment dat we. als we alleen maar dingen aan het doen zijn. of dingen aan het denken zijn. dan wordt onze staat van zijn in het moment. Be direct beïnvloed door de dingen die we doen en die we denken. Maar dat is niet wie we echt zijn. Want dat is interactie met de wereld om ons heen. Dus als we dat allemaal kalmeren. als het ware naar de bodem laten zakken, stel je voor dat er een, een druk, troebel, uh, onstuimig meer is, en we laten alles naar de bodem zakken, wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er helderheid, dan krijgen we helderheid in wie we zijn. En dat is wat we kunnen ervaren in Shavasana, onszelf herinneren, en dat is waarom je nooit in een les de Shawassana over wilt slaan.